Rutger Kastrikum begon zijn carrière als zuigende verslaggever, maar de laatste jaren is hij een beetje de ietwat saaie huisvader van de Nederlandse televisie geworden. Kennelijk zit hij nu in een soort midlife-crisis, want hij begint weer ouderwets te rellen. En daarmee zorgt hij terecht voor irritatie bij VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Er is wat gedoe over een ongelukkige uitspraak van VVD-staatssecretaris Chris Jansen, die heeft geroepen dat hij nog steeds de, minder Marokkanen, uitspraak van Geert Wilders steunt. Inmiddels heeft hij die woorden teruggenomen, maar er is nog steeds wat ongemak over binnen het kabinet. Afgelopen vrijdag was Rutger aanwezig bij de inloop van de ministerraad. Daar bleek hoe gevoelig dat daar lag, zegt Rutger in De Oranje Zondag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel weer ouderwets aan het etteren was. Ik sprak Sophie Hermans van de VVD over CO2 of iets en ik maakte daar een grapje bij, maar dat ontspoorde een beetje. Rutger heeft de beelden meegenomen naar de talkshow van Helene Hendricks. We zien hoe Sophie aan het woord is, we hebben uitvoerige gesprekken met Tata om zogenoemde maatwerkafspraken te maken. Dat gaat over hoe zij een bijdrage gaan leveren aan minder CO2-uitstoot. Dan onderbreekt Rutger haar met een echt heel flauwe opmerking: minder, minder, minder. Sophie geërgerd, dat is een leuk grapje. Rutger zet het zuigen in. Is het niet leuk, nee? Sophie, nou, ik vind het niet echt een uitspraak om grapjes over te maken. Rutger, oh, echt waar? Ligt het zo gevoelig, ja? Je kunt er toch wel een beetje lichtzinniger over zijn, toch? Sophie, nee, hier ga ik niet lichtzinnig over doen. Rutger, over CO2 minder, minder, minder. Die grap mag je dan niet maken. Sophie loopt vervolgens weg. Heel grappig, Rutger, nu probeer jij er een leuk grapje van te maken. Ik wil met jou praten over minder CO2-uitstoot. Lutger zuigend, minder, ja. Sophie, ik wil met je praten wat wij daarmee doen en hoe het beleid eruit ziet met Tata, maar ik ga op geen enkele manier flauwe grapjes maken over de uitspraken waar jij aan Lutger, oh, je bent echt boos. Sophie, ja, nu word ik echt boos. Dan verdwijnt ze uit beeld. Lutger vindt het gek dat Sophie niet meegaat in zijn kinderachtige grapjes. Ik was er toch wel weer verbaasd over, eigenlijk. Elke keer denk je: dat gebeurt niet meer, en dan gebeurt het toch wel weer. Het is in dit geval Sophie Hermans die in dit geval echt boos wordt. Als je nou een grap maakt en de Tweede Wereldoorlog erbij haalt, of weet ik veel wat, dan heeft ze gelijk, maar dit is zo flauw. Het geeft ook wel aan hoe gevoelig dit ligt binnen de ministerraad.